jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Want ik ga vandaag alleen maar zwart eten. Op YouTube is het op dit moment een hele rage om 24 uur lang één kleur te eten. En dat leek mij ook heel erg leuk om te doen. En ik heb gekozen voor de kleur zwart. En ik vind het eigenlijk best wel spannend, want volgens mij is er helemaal niet zo heel veel eten dat alleen maar zwart is. Maar ik ga deze challenge aan voor jullie. En als je dat nu al leuk vindt, kun je me dat laten weten door deze video vast een dikke duim omhoog te geven. We gaan voor de 9863 dikke duim omhoog. We hebben al jullie duimen nodig. En abonneer gelijk even op mijn kanaal hier onder deze video. Het is nu ochtend, dus tijd voor een ontbijtje. Alleen, normaal eet ik altijd een boterham met pindakaas en hagelslag. Hagelslag is natuurlijk wel zwart, maar pindakaas en deze boterhammen niet. Dus dit mag ik vandaag niet eten. Ik kijk nog even in de koelkast of hier iets zwarts ligt voor het ontbijt. Nee, niet echt volgens mij. Nee jongens, hier kan ik ook echt geen zwarte dingen vinden. Dus dat ga ik anders oplossen. Nou, misschien wist je het wel of misschien niet. Pannenkoeken zijn mijn favoriete eten. En het lijkt me super tof om dat als ochtendeten te hebben. Maar pannenkoeken zijn natuurlijk helemaal niet zwart. Dus dan denk je misschien, Bibi, dat mag je helemaal niet hebben met deze challenge. En daar heb je natuurlijk gelijk in, dus daar heb ik iets op bedacht. Maar ik moet wel even naar de stad om spullen hiervoor te kopen. En ik ga jullie straks beloven dat ik pikzwarte, gezonde pannenkoeken eet. Ga je mee naar de stad? Ik ga nu actieve kool kopen. Ik heb trouwens even mijn capuchon opgezet, want het regent als mannen. Dus dat ga ik nu kopen, want ik wil graag zwarte pannenkoeken maken. En het schijnt dat als je dat door je pannenkoekenbeslag heen doet, dat je dan zwarte pannenkoeken krijgt. Hoe vet is dat? Dus dat ga ik nu halen. Kijk jongens, dit is gewoon zwarte tandpasta. Dat moet ik echt hebben. Het is natuurlijk niet eetbaar, maar het is zo bizar, zwarte tandpasta, dus ik ga het gewoon doen. Dit is dus het spul wat ik moet hebben, actieve kool. Een heel belangrijk deel van mijn zwarte pannenkoeken is nu binnen. Ik moet natuurlijk vandaag ook nog lunchen en daar heb ik ook spullen voor nodig. En die spullen ga ik hier halen, loop maar even mee. Als lunch maak ik een soort van hele gezonde pudding. En als eerst heb ik daar sojamelk voor nodig. En deze lijkt me wel heel erg lekker, want hier zit ook nog vanille in. Oké, jongens. Dit staat helemaal buiten van wat ik hier wilde kopen, maar kijk dit. Nou, dit is gewoon zwart, dus dit moet gewoon in mijn menu. Lekker! Nou, dit is in ieder geval een fantastische zwarte snack. Dus even kijken of ik nog meer snackjes kan vinden. Jongens, kijk wat ik hier vind. Dit zijn zwarte sesamcrackers. Oeh, kijk eens. Hier zie ik green en black chocola. Dit mag niet ontbreken. Hier is het laatste onderdeel voor mijn zwarte pudding. En dat is chiazaad. Het schijnt heel erg gezond te zijn. En zoals je ziet zijn de zaadjes een beetje zwartig. Nou, ik heb nu alles voor de lunch. Dus op naar de kassa. Nou, ontbijt, snacks en middageten zijn binnen. Dan ga ik nu even een speciaal ingrediënt bij een Italiaanse winkel kopen. En dat is dus voor het avondeten. Ik ga deze Italiaanse speciaal zaak zwarte pasta kopen. Ik heb het nog nooit gehad, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat smaken. Ja, dit is het. En voor het allerlaatste zwarte voedsel ga ik even naar de Albert Heijn. Ik ben gek op drop, dus ik heb nu een mooi excuus om een lekker zakje drop te halen. Ik ben zo blij dat drop zwart is. Dit zijn een van mijn favoriete dropsoorten, dus dat komt mooi uit. Bij mijn ontbijtje wil ik heel graag een kop thee. En dat moet zwarte thee zijn, dus ik ga heel even kijken of ze dat hier hebben. Oh, hier staat wel puur black, dus die moeten we hebben. Maar bij het avondeten moet ik natuurlijk ook iets drinken.
Dus daar heb ik ook al wat voor bedacht. Cola, want dat is natuurlijk ook zwart. Ik heb ook nog een potje zwarte bonen gepakt. Dat is voor het avondeten. En dan moet ik dus in combinatie gaan eten met de zwarte pasta. Echt een bizarre combinatie. Ik denk dat ik het niet zo heel erg lekker ga vinden. Maar het is voor de challenge, dus ik ga het doen. Oh ja, en ik zie daar ook nog zwarte olijven. Die vind ik heel erg lekker, dus die neem ik ook mee. En nog even een lekker stapje voor bij de lunch. Zo, ik ben thuis en ik heb me toch een trek in een lekker ontbijt. Dus ik ga even de spullen voor de zwarte pannenkoeken klaarleggen en dan ga ik ze bakken. Nou, ik heb alle ingrediënten voor mijn zwarte pannenkoeken ontbijtje klaargelegd. En natuurlijk ook de actieve kool. Kijk maar even. Het is een gitzwarte, hele zachte poeder. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd of de pannenkoeken echt zwart worden. Want als je natuurlijk zwart en wit samenmengt, dan wordt het grijs. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de kleur, maar natuurlijk ook heel erg benieuwd naar de smaak. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje spannend. Maar ik heb er ook zin in. Dus aan de slag. Of aan het beslag. Ja, het beslagje is klaar en nu dan het grootste moment, de actieve koolpoeder gaat erbij. Kijk even hoe dit eruit ziet. En dan is het beslagje helemaal klaar, kijk maar even. Het lijkt wel een beetje op zo'n modder gezichtsmaskertje, niet heel smakelijk. Maar misschien smaakt het wel verrassend lekker en daar gaan we nu achter komen, want ik ga er nu pannenkoeken van bakken. De eerste beslag voor de eerste pannenkoek gaat in de pan. Ik maak een beetje van die kleine American dikke pancakes. Nou jongens, het is tijd om om te draaien. En ik ben echt super benieuwd hoe die er van de andere kant uitziet. Dus let's go! En... Oeh, hij is helemaal zwart geworden! Dus yes! Heel erg zin om dit te proeven. Nou, ik zit hier dus klaar met mijn ontbijtpannenkoekje en normaal eet ik het liefst suiker op mijn pannenkoek. En ik had natuurlijk wit en dat mag niet. Dus hier heb ik stroop liggen, ook heel erg lekker. En ik heb hier druivensapje en dat is zo donker, dat lijkt ook wel zwart. Dus dat ga ik erbij drinken. Ik ben echt heel erg benieuwd of het nou gewoon naar een normale pannenkoek smaakt of naar iets heel anders. 3, 2, 1. Lekker verder genieten van mijn pannenkoek en van mijn lekkere drinken. En de stroop natuurlijk. En dan zie ik jullie straks weer terug bij het volgende eetmoment. Tot straks. Nou, het is nog geen lunchtijd, dus ik ga even lekker chillen. En dat doe ik door te tekenen met een lekkere snack erbij. En dat zijn de snacks die ik vanochtend heb gekocht. En zoals je weet zijn dat natuurlijk ook weer zwarte snacks. Een paar van mijn lievelingsdropjes. Lunchen, om zwart te lunchen. Dus ik ga weer even iets heel erg lekkers zwart maken. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat het heel erg lekker is. Ik heb een chiazaadpudding recept gevonden op het internet en daar proberen ze dat het zwart wordt. Nou, het recept is heel erg makkelijk. Je vult een glas met sojamelk en dat doe je in een blender en een paar chiazaadschreppen erbij. En dan ga je het goed blenden. En dan doe je het voor een half uurtje in de koelkast. Sommigen doen het ook voor een nacht, maar daar heb ik geen tijd voor, want ik heb best wel veel trek. Blenden. En ik denk ook overigens dat het grijs wordt en niet echt zwart, want het is wit met zaadjes. En ja, in zaadjes zitten toch geen kleur? Nou ja, we gaan het zien. Dus 3, 2, 1. Nou, het spulletje is goed gemixt en het valt me niet tegen, want het is echt best wel zwart geworden. Pudding is klaar. En zoals je ziet is het echt dikker geworden. Ik ga er thee bij drinken, zwarte thee die ik heb gekocht. En ik ga er nog, want dit is natuurlijk ook zwart, chocoladesaus overheen doen om het lekker een beetje een zoet smaakje te geven. Oeh, lekker. Oké, 3, 2, 1. Het is best lekker eigenlijk. Ik proef heel goed de sojamelk met vanille. En de chocoladesaus natuurlijk ook. Ik ga deze pudding opeten en zie ik jullie zo meteen weer bij het avondeten. Hoi, het is
en bijna tijd voor het avondeten. En ik ga dus de zwarte pasta koken. En wisten jullie trouwens dat dit zwart is omdat het met inktvis inkt is gekleurd? Heel spannend dit. Het is voor de challenge. Dus, oh ja. En daarbij eet ik zwarte bonen en zwarte olijfjes. Ga ik even lekker lezen onder het genot van een lekker zwart sesampakketje. Oeh, ja, heel lekker. Nou, tada! Aanschouw mijn zwarte avondeten. Hier de zwarte pasta, de zwarte olijfjes, de zwarte bonen en een lekker glaasje cola. Ik heb gewoon alles een beetje op een bord gedaan. Lijkt me een hele rare combinatie, behalve de olijven en de pasta, want het zijn allebei Italiaans. Dus dat lijkt me nog wel kunnen, maar de bonen en de pasta, dat lijkt me geen goede combinatie. Maar we gaan er nu achter komen, want ik ga het proeven. Maar even zo. Bij gebrek aan een lepel, iedereen zegt je doet het niet goed, maar dat weet ik. 3, 2, en... Smaakt gewoon naar normale pasta. Even een paar olijfjes erbij. Nou, dat heb ik natuurlijk al wel vaker gegeten. Dat vind ik heel lekker. Eigenlijk best wel raar, want een tijdje geleden hield ik helemaal niet van olijven. Maar nu vind ik ze echt super lekker. Ik heb zwarte bonen nog nooit gehad, dus we gaan erachter komen. 3, 2, 1. Eigenlijk smaakt ze ook weer precies hetzelfde als bruine bonen. Nou, ik ga nog even lekker mijn bordje leeg eten. Eten is natuurlijk handig om even mijn tanden te gaan poetsen. En om in het thema te blijven, doe ik dat met zwarte tandpasta. Ik ben echt zo benieuwd hoe dit smaakt. Er staat dat dit natuurlijk schone tanden op basis van houtskool en frisse munt. Laten we het op mijn tandenborstel gaan doen. Eeuw, het ziet er best vies uit. Het is echt lekker. Even kijken, hoor, of mijn mond ook helemaal zwart is van de binnenkant nu. Oh, valt mee. Mijn tanden worden wel een beetje grijzig. Ik hoop dat het weg is als ik het uitspoeg. Nou, gelukkig. Alles is er weer af. Nou, dan zijn we alweer aan het einde van deze video gekomen. Ik vond het een hele leuke challenge om te doen. En ook een hele bijzondere, want ik heb het een hele dag alleen maar zwart voedsel gegeten. Hoe bizar is dat? En als je deze video leuk vond, geef het dan een dikke duim omhoog. Ik ben het helemaal kwijt voor hoeveel dikke duim omhoog gingen. Volgens mij 9000 bla 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 nog iets. Maar in ieder geval, geef deze video een dikke duim omhoog. We gaan voor zoveel mogelijk. En abonneer gelijk even op mijn kanaal hier onder deze video. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!